schaaf, waar een barstelijk weer los. Mijn feest vergroot en klein, gedaan zijn beugels en we gaan. Als hij de koffie zet, weet je zeker dat je echte leut hebt. Hoe dem hoed weet hij als geen ander, want hij is tenslotte koffiebrander. Wie een goede bak is, weet geen man beter dan hij. En daarom hebben we hem hier ook zo gerne bij. Hoe hij de lockdown is doorgekomen, we zullen het gauw weten. Dulke schat, ontvang hem. Hier is Stef van Sus van Wout Omen. Ja. Goedenavond, Oosterwijk! Hebben we er een beetje zin in? Dat kan harder, hebben we er een beetje zin in? Hoppakee, nou mensen, het heeft 3 jaar geduurd. We kunnen het er niet over hebben, maar we moeten het toch even benoemen. Want ja, het is toch gebeurd en het is niet anders. Misschien dacht de bouwwerk, hij zal het er toch niet over hebben, maar jawel hoor. Ik ben ook blij dat je er niet ziek van bent geworden en dat je allemaal weer gezellig hier bent. We waren allemaal bang dat het niet door zou gaan. En ik weet zeker dat de meesten van wakker hebben gelegen. We wisten niet hoe lang dat we zonder moesten en of het ooit nog zou gaan gebeuren. Maar lieve mensen, na 3 jaar afwezigheid is hij dan toch terug. Dames en heren, Prins Doris van de Zottenbelders! Man, we hebben toch een tijd achter de rug, hè? Niks is alles online. Lekker thuis, gezellig, met uw eigen vrouw. Van achter een beeldschermke, calls en meetings bijwonen. Alleen mijn blouse aan, lekker in een onderbroek. Je hoeft alleen het geluid af te zetten als je de scheet moest laten. Dat moet je dan wel doen en niet alleen het beeld. De volgende dag kreeg ik een fruitschal binnen, van harte beterschap. Maar goed, koffie zetten op locatie, dat mocht niet en dat kunnen dus niet online. De luiers zijn ook niet van niks. Het eerste half jaar zijn we met onze koffiefilters toch best net gekomen. Die trekken helemaal bruin naar boven. Maar toen moest er toch weer geld verdiend worden. Dus ik gesolliciteerd bij de Bixenbergen als nachtportier. Ja. Oké, stil. Ze hadden wel tegen mij gezegd dat het belangrijk was dat ik mijn eigen goed moest kleden als nachtportier. En dat voor de gasten die liggen te slapen wel duidelijk is dat net alsof is dat ze in Afrika zitten. Nou, ik heb mijn eigen goed uitgeleefd, of ingeleefd en uitgeleefd. Want je moet goed voor de dag komen door, hè. Ik heb 13 van die gouden ringen in mijn nek. 2 van die grote gaten in mijn oren. Mijn eigen gesminkt. Bleken een zwarte broek en schoenen voldoende. Nondertje zeg. Mijn eigen voor niks laten besnijden. Camouflagejassen ook ergens moeten hangen, maar die heb ik tot de laatste dag niet kunnen verhennen. Nou, en dan ging ik. Voor de eerste nacht helemaal alleen op pad. Compleet uitgerust met zaklamp, portofoon, die niemand kon horen, want er was helemaal niemand die dat kon horen. Maar goed, een sleutelbos met ongeveer 276 sleutels eraan. Een pakket met fout parkeerbriefjes en een verrekijker waar je ook helemaal geen flikker aan hebt in de nacht. Nou, en dan ging ik. Midden in de nacht met een eerste ronde door het resort. Slapen tussen de wilde dieren. Oh, ik voelde mijn eigen net frikvonk. Toen ik in de auto zat. Maar toen moest ik er nog uit. Nou, en is het al nogal bolzeichtig en verrekkersdonker. En je hoort overal geluidjes. En toch is het hartstikke stil.
En nou zeg ik van mezelf nogal schrik-echtig ongeleed. En als ik een spin zie, loop ik er al mee 5 meter omheen. Nou, dan loopt het al s'nachts, stap de to-do-list. Wat je allemaal moet doen, zo ook een poortje controleren achteraan tegen de bosrand. Ik heb mijn zebra-jeep geparkeerd bij het Lesterhuske. Ik het bos in, richting de poort om te controleren. Nou, je hebt donker en je hebt donker. Ik zag er geen ene. Maar je wilt de werk niet laten kennen en ik zat nog in mijn proefperiode. Dus ik loop zo weg te schuinen mee met de zaklamp. En ik richt zo weer omhoog, schiet er daar in één keer 20 duiven uit je boom. De helft van de resort maken van mijn gekwijk. Heel die leugen van de leg en ik moest dat poortje nog controleren. Man. Ik op een afstandje met mijn zaklamp op dat slot geschenen. Denk dat hij wel dicht zit. Ik heb verder met mijn ronde, veilig in mijn jeep. Komen parkeerplaats opgereden. Staat daar een grote vrachtwagen met een grote kist erop met een Tsjechisch kenteken. Ik heb mijn jeep 4x4 met zebra stripes even die vrachtwagen gezet. Ik schijn zo die cabine in. Met mijn zaklamp zit daar zo'n grote Tsjech met zo'n grote baard en zo'n grote snor over zijn baard en van een zwarte lange plek haar over zijn snor en baard. Ik zei, wat doe jij hier? Dobbere vetten, zit hij. Ik zei, er wordt hier niemand uitgemaakt voor vetten. Hij zei, Nozo Rozek. Ik zei, Stef, aangenaam. No, Rhino. Bleek dat je een neushoorn bij had. En of dat ik die ergens mee kon lossen. Ik die al schrik heeft van de spin en 20 duiven. Moet dan een best van 1,5 ton mee gaan lossen. Zij zet hem daar maar neer, dan vinden ze mergen vroeg wel. En hey, nog een biertje? Want dat kan ik wel, jongen. Koffie zetten. Daar zit ik goed in. Dat kan ik, jongen. Koffie zetten. Er zijn maar weinig mensen die zo goed koffie kunnen zetten. Man. Je zit me helemaal uit Tsjechië komen rijden of Menenbachs koffie krijgen. Nou, koffie voor men. Dan kunnen die veel in Tsjechië zeggen dat ze koffie voor men hebben. Maar goed, ik zei kom, ga maar mee. Nou, er stond er geen zaak van, maar ging toch achter mijn hand. Wij naar de Afrika Club. Ik door ondertussen de waldkorenbroodjes in de oven gedaan. Het Senseo-apparaat aangeslingerd. En daar zaten we dan. Met handen en voeten te buurten. En dat valt niet mee als je met handen en voeten moet uitleggen dat mijn dienst erop zit en hij gerust kan blijven zitten als je dat wil, tenminste. Of ook gewoon terug kan lopen naar zijn vrouw. Ja, goed. Ik naar huis. Zie ik in één keer allemaal brandweer, politie rijden. Ik denk, zou er iets gebeurd zijn? Thuis te bed gekropen en om 10 uur ging mijn telefoon. Onderwijl dat ik wakker aan het worden ben, schiet in één keer door mijn hoofd de waldkorenbroodjes. Was de directeur en of ik wist hoe dat kwam dat de Afrika Club afgebrand was. Ik zei, dat moet je Tsjech hebben gedaan. Ja. Kwam ik ook weer thuis te zitten. Zaten met die verrekte avondklok. Kon nergens naartoe. En ik lag ze wel op die bank te hangen. En een beetje zo te denken. En een beetje nog een keer te draaien. Ik zei tegen die van ons. Ze mijn hondenpak laten maken. Want honden moeten uitlaten. En dan kunnen we lekker naar buiten. Ja, zit ze, dan doen we zo'n chihuahua-pak. Ik zei, dat paaste jij niet in. We doen een deze dag. Zonder grote, met van die hangwangen, met een slam uit die mondhoeken. Ik zei, dan doen we de omste beurt aan. Nou,
wij Lianne Beekmaas gebeld, de hofbreidster van prins John de Nurste, of zij misschien zo'n pak voor ons kon breien. Ik bel ze op, ik zeg, ik heb een hele rare vraag. Maar zou jij misschien een Deense dagpak voor ons kunnen breien? Met van die hangwangen dus, en aan de achterkant ook een groot gat voor, ja, als je moet. En dat moet... Dat moet wel groot genoeg zijn. Dat gaat, want als je... Ja. Maar dat was ze wel, zissen. Nou, een hondenpak. Je bent de tweede al die belt, zissen. Harry Mercier had ook al gebeld. Oh ja, zei ik. En waar die dan? Nou, Lian op de beste dialect. Een Australian Labradoodle. Je weet wel, Stefke. Zo'n iets te klein bruin hondje met van die hagelwitte tanden. En van die rode billetjes. Nee, dat lest niet. Dus Lian aan het breien. Ik zei, ik wil dan eigenlijk ook wel zo'n rood-wit halsbandje met mijn naam erop. Dat hebben die mannen van de rood ook. Dus wij een datum afgesproken om te Pasen. Nou, wij heel de familie uitgenodigd online, hè, via een Zoom-meeting. 15 man waren ingelogd. Want ja, we moesten er wel zeker van zijn dat dat pak goed genoeg was, hè. Want hij moest wel door de ballotagecommissie heen. Nou, en dan zaten het voor de beeldscherm allemaal. Een buil chips, een grote pot bier. Met druifjes zaten ze met de fruiten. Zaten nog een of een paar blokken nougat te sabbelen. Dat zie je allemaal, hè. Nou, ik naar boven om dat pak aan te trekken. Nou, en ik trek dat pak aan. Daar zit me toch een partij als gegoten. Ik begon er spontaan deze van te blaffen. Kom ik beneden, ga ik met gepaste trots voor dat beeldscherm staan. Zie ik op het beeldscherm heel de familie goed ongemak kijken en een beetje wit weg te trekken. Lian zei ook niks meer. Wat denkt u? Heb ik dat pak achterstevoren aan? Man, heel pakket hing eruit. Ome Willy riep van achter zijn beeldscherm, het is een rui. Nou. Maar ik krijg ballotage en Zoom een heel eigen betekenis, dat kan ik wel vertellen. Goed, ik ben eigen weer omgekleed. En s'avonds mochten we dan voor de eerste keer naar buiten. Ons vrouw was aan de beurt. Komt er goed ongemak halverwege die trap op vier poten naar beneden geflikkerd. Ik zei, nou, deze hadden we ook nog wel op twee poten kunnen doen. Nou, we zagen ze er al weer uit, hè. Alles onder de kwijl. En wij de buurt in. En dat pak was ook wel net echt, hè. Kwam die aan de hond ook heel te ruiken. Heeft ons wel een beetje nekel aan, hè? Maar goed, we zijn onze tijd goed doorgekomen met dat pak. En onze overbuurman heet er nog wel eens over waar toch onze pratende hond is gebleven. Maar goed, ondertussen moest hij van ons ook weer bevallen. Want ja, daar hadden we ook weer meer tijd voor gehad. En alsof de duivel ermee speelt, avondklok nog in volle gang. 9:00 in de avond, wat denkt u? Vliezen gebroken. Ik in paniek, want ik zou dat formuliertje regelen dat we over straat mochten. En dat had ik natuurlijk niet gedaan. Ik zei tegen ons vrouw, trek dat deze dag, pak maar aan. Ze laat die rits maar open. Wij aangekomen bij de spoedeisende hulp, roept je dokter.
Volgens mij ben je verkeerd hier. Ze ook verrek, schat, trek dat pak uit. Wij deuren naar de verloskomers en dan waren we gelukkig net op tijd voor de persconferentie. Nou, daar zaten we met ons mondkapje op. En dat bevallen is allemaal niet zo erg met je mondkapje. Men probeert met een kebabschotel met extra vlees en knoflook naar binnen te krijgen met zo'n ding op je gezicht. Wat een ellende zeg. Maar goed, alles toch goed gekomen en ik zal ook deze keer de details besparen. Nou, laat ik het zo zeggen, het kost een placenta, maar dan het ook weer. Man. Hé, maar dat was ze, hè. Alles erop en eraan. Een heel knap snutje. Ik denk, dat kan er nooit een van mij zijn. Maar toen trok ze de muilen open. Het is er toch een van mij. Meerdere gekwek. Man. Maar goed, nog een weekje. En dan wordt ons lieve meskel weer 2. Hiepe de piep. Hey! Is everybody happy? Hey! Die handen. Hey. 1, 2, 3, 2, 1, hey. Hij had elke keer willen proberen, zo. Dat is leuk, hè. Kijk, nou kan ik de keer, hè. Goed. En die andere is ondertussen ook alweer 4,5. En er is er ook een van men. Die houdt zijn bakjes ook geen seconde dicht. Non de ju, zeg. Die zit ook voort op school. Nou, dat is helemaal ellende. Ik zal je dus meenemen hoe onze rustige doordeweekse gang van zaken gaan, voordat wij naar school en het kinderdagverblijf moeten. Vier uur 30. Mama. Ik zei, Volksman, roepen ze jou. Wilde jij niet gaan? Moet er nogal vroeg uit? Ik zei, ik nou ook toch? Maar goed, dat doet het dan. Kom ik dat kamerke binnen? Nou. De kiet te klein, hè? Want mama had moeten komen. Zachtjes, meske, zachtjes. Anders wordt die andere wakker. Oké, die luier kan nog wel even mee. Flesje erin. Terug te bed. Zes uur 15. Wekker van de vrouw gooien. Tot 6:20, dan slas hem af. Dat herhaalt zich iedere 10 minuten. Zeven uur 15. Mama, ik lig daar zo al te horen en ik laat een flinke vliegen. Ik denk, dat gaat zij er wel uit. Hoor ik in één keer vanuit de andere kamerke. Papa? Ik eruit. Kom ik in dat kamerke, is het onder oren toe nat van de leste flesje. Ze had geen nachtluier aan, alles ondergescheten. Fred vroeg mee de grote mee, dan had een beetje een idee hoe het eruit heeft gezien. Ik ermee naar de badkamer, gauw onder de douche gezet. Heur ik vanuit de ander kamerke, pap, is het al ochtend? Ik, ja, hij zei, maar het is nog donker. Ik zei, gauw eruit komen naar de wc. Zit die moet ik naar school dan? Ik zei, ja. Ik tegen die oudste, ga de weg maar vast aankleden, dan ga ik met de jongste alvast beginnen. Nou, eer dat je die armpjes door je romper hebt gekregen, is al elkaar 2 keer gebroken. Ben je vergeten die drukkers open te maken, kon ze met de kapje iedereen? Oh, ik zei niet piepen, we moeten opschieten.
komt hij aandacht binnengelopen. Bonanza! Met zijn cowboybroek en zwemvest dan. Nou, dan is de ellende compleet, toch? Ik ben die oudste naar zijn kamer om iets fatsoenlijks aan te trekken. Ondertussen zit die jongste in de badkamer op de grond in het nat weer met er eentjes te speulen. Kunnen die weer omkleden? Goed. 7:30. Heur ik de wekker op onze slaapkamer? Ligt die van ons dan nog met zwarte armen? Ik zei, moest jij niet vroeg beginnen? Ja, zei ze, maar ik besef eigenlijk net dat ik de eerste 2 uur vrij ben. Ze wordt er nu een baan, ze is voor het meesteres of wie tegen dit wel op school. Maar goed, alles aangekleed en met die 2 laporen naar beneden. Nou, dan kunnen we al het brood smeren. Ze hebben lust erop, kaas of worst, pasta. Nee, eerst. Maar goed, ondertussen heeft die kleinste alweer er een melk omgegooid. Heel de broek weer nat. Ik wil met die kleine naar boven, roept als vrouw naar beneden. Ben ik jij brood aan het smeren? Dan doen we mijn 4 sneakers aan, ze komen direct te laat. Ja, schat. Zien jullie die plek hier? Die wordt steeds groter. Kijk maar naar Rick, die zit er helemaal onder. Maar goed, die mannen, jassen aan, rugzakken aan, de auto in, heel die bakken zijn nog vol met pasta en ik kwam erachter dat ik mijn anti-snurkdoppen nog half uit mijn neus staken. Trainingsbloek, slippers en een slaapshirt nog aan had, mijn haren stijl op mijn kop stonden. En wij op naar de wing... Nee. Nee. De mol... Nee. De kan je... Nee. De groene parel. De groene parel. De groene parel. De groene parel. Groene parel. Moet ik altijd denken aan zo'n ziek parelmuzikantje met zo'n volgespouwd rooi giletje. Maar goed, wij op naar de groene parel. Wilde parkeren bij de Jumbo. Hebben die pensionado's bedacht. Laten wij ook om 8:30 boodschappen kan doen. Zodat er in ieder geval niemand zijn auto kwijt kan. Ik heb doorgereden. Halverwege van de A-park kon dat toch uiteindelijk parkeren. Iedereen een auto uit. Want je kunt die kleine niet laten zitten. Anders slaan ze zo de ramen eruit. Dat alles misschien te heet wordt. Dacht dat alleen voor honden was. Maar goed. Kom op dat schoolplein aan. Heel mijn arm verzuurd, want die kleinste wil nog niet heel de end lopen. Kom op dat schoolplein aan. Bleek het, neem je gekke hoedje mee naar schooldag te zijn. Nou, dan had je toch wel een keer tegen mij gezeten. Maar door heel die obstipatie of consternatie of hoe doen ze allemaal, waar ik dat helemaal vergeten. Gelukkig had ik in de auto nog een mondkapje liggen. Hebben we die gauw op zijn kapje gedaan, met die elastiekjes om zijn oren? Ik zei zo, jij kunt met goede fatsoen de klaas in. En is het jullie wel eens opgevallen? Moet de maandag maar eens kijken als ik iets naar school moet brengen. In mijn tijd stonden alle leerkrachten voor de klas te wachten met een sigaretje of een beldrum. Nu, en daar lieg ik niet, moeten maar eens kijken, staan ze allemaal mee in de mok, thee of koffie. Met de haan door het oor en de andere aan de onderkant of zo aan de voorkant. Goedemorgen, te knikken, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, hallo, hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Ik zei goedemorgen, zal ik jou eens vertellen wat voor een goedemorgen ik heb gehad? 4:30! Mama, 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 ze ligt er nog in, hè?
man, man, man. Nou, die kleine weer in de auto en op naar het kinderdagverblijf. Door aangekomen bleek het modderdag te zijn. Hoe? Krijg je dat toch allemaal verzonnen? Vroeger gingen wij gewoon naar school. Als je vroeger in de modder zat te speulen of een gek hutje op had, kreeg je gewoon op een flikker. Ik had natuurlijk ook geen extra kleren meegenomen voor die kleinste. En dat kon ook niet, want ik heb smergens al 50 keer omgekleed. Modderdag. Jongen, jongen, modder lag nog gewoon te bed. Maar goed, als modder nog te bed lee, dan staan mijn kindjes al vanaf gisteren 2:30 te wachten. En dan ga ik ze gauw ophalen. Houdoe. Hé, Stef toch. Het leven van een jonge vader gaat niet over rozen, hè? Maar je krijgt wel heel veel voor terug. Ja, sowieso. Ja, precies. Hé, die kleinste is binnenkort jarig, hè? 2 jaar? 2 jaar. Zeker. Met al een cadeautje? Slaappillen. Oh. Lijkt me een hele goeie. Stef, grandioos. We hebben ervan genoten. Graag van jou een toast op dit fantastische publiek. Lieve dollen en dollinnen, wij schoon dat we hier weer samen mogen zijn. 55 jaar ons dolleke schat, dat voelt heel vertrouwd, warm en fijn. Pierwaaiersrijk ook trouwens. Speciaal woord van dank voor ons Joep en een ouwe. Pa en Joep, bedankt dat jullie er altijd bent. Jullie zijn 2 verrekte gouden. De allergrootste proost is voor mijn vrouw en mijn 2 kindjes. Mijn mooie gezinnetje waar ik gruwelijk veel van hou. Ook Ad en G, het vernaam, schoon in het pak en al zo lang begaan. Blij dat jullie er bent en blij dat jullie altijd achter me net staan. Voor de TC heb ik ook het glas. Wat de kanjers. In een paar dagen tijd bouwen ze deze zaal mee volle gas. Maak rust wel voor een klap. En ook proost ik op ons moederke, die voor het eerst in 14 jaar niet meer bij de zaal kan zijn. Maar mam, het wordt uitgezonden op de Lovo. En hopelijk komt er dan nog een keer het besef en dat je zegt: hé, hey, dit is onze Stef. Proost. Dankjewel, Stef. En sterkte. Dankjewel. Graag de afbarst voor Stef Habraken.